Nou, we hebben wel eens vakanties. Mm-hmm. En dat zijn dan gewoon 1 week of 2 weken. En dat is niet leuk. En dan in de zomervakantie kan je dan bijvoorbeeld naar het buitenland of ergens anders heen. En dan heb je ook weer even vakantie voordat je weer naar een hogere school gaat. Nou, 6 weken kan wel. Maar dan, als ze dat daarna niet weten, dacht ik namelijk dat ze misschien een rekenschrift of een reken- en een taalschrift meenemen. En dan moeten ze wel namelijk sommige dagen namelijk wat werkjes doen. Want dan kunnen ze het alsnog herinneren. Ik ben een waterweerwolf, maar niemand weet. Iedereen denkt dat het nep is. Nep. Mijn naam is Jochem Vergelder en vandaag ga ik in gesprek met jonge helden over hun grootste dromen. Ik zeg kletskoppen aan boord, we gaan beginnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kletskoppen, de podcast waarin ik spreek met jonge helden over hun grote dromen. En de jonge helden zijn ook vandaag weer beland en aangeland in Duiven. En het zijn drie toppers weer. We hebben om te beginnen Lucio, we hebben Florien en we hebben Jax. Heren en dames, welkom in de studio. Hoe is het met jullie? Julio, hoe is het met jou? Goed. Het is goed. Heb je een goede reis gehad? Want je hebt best al wel... Ja, je komt uit Rotterdam. Heb je in de file gestaan of kon je gewoon lekker doorrijden? Eén keer in de file. Ja, en wat doe je als je in de file staat? Ga je dan gewoon... ben je dan geduldig of zeg je dan tegen pap, ga maar inhalen, rechts of links? Niet inhalen? Nee, vooral niet inhalen. Vooral niet inhalen. Florien, voor jou is het een halve thuiswedstrijd. Want je hebt familie wonen hier in Duiven. Ja. Hoe zat het ook alweer precies? Opa en oma wonen hier. Ja. Maar zelf wonen jullie? Dronten. In Dronten. En even voor de heren, weten de heren waar Dronten ligt? Geen idee? Ik snap ook niet wat Dronten is. Dronten is een plaatsnaam. Jij woont in Hilversum, weet ik. Dat weet ik wel, maar ik weet niet waar het ligt. Ik weet niet of het in Zuid of Noord ligt. Nee, nou dat gaat Florien nu jou vertellen. Let op. Heer, opgelet. Waar ligt Dronten? Nou, Florien weet het zelf ook niet. Drenthe, dat ken je. Drenthe, dat ligt er namelijk in Zuid, volgens mij. Nou, iets meer, toch meer omhoog. Drenthe is meer omhoog, richting Groningen. Dus meer noord. Ja, we beginnen meteen met een soort kleine aardrijkskundeles. Nee, maar topo. Topo. Lucio, ben jij goed in topografie? Landen en plaatsen en zo. Dronthe ligt... Ja, dat ligt in de Flevopolder, hè? Ja, bij IJsselmeer die kant op. IJsselmeer die kant op, ja. Dan gaan we naar onze laatste gast, dat is Jax. Jax Hilversum. Ja. Ja. Nou, dat weet iedereen toch wel. Florien, weet je waar Hilversum ligt? Nee. Nee? Nou, dat gaat Jax nu uitleggen. Lucio, opgelet. Hier komt-ie. Hilversum. Je hebt Zuid- en Noord-Holland. Ja. En dan als ik nog goed kijk, dan weet ik, woon ik namelijk in Zuid-Holland. En dan woon ik ongeveer rechtsonder in het midden. Ja. Dus Noord-Brabant? Waarom? Maar niet helemaal? Drenthe? Nee, Drenthe ligt dan weer daarboven. Ja. Daar rechtsboven. Ik heb wel een kaart in mijn hoofd, maar ik kan even niet voor. Ja, het is eigenlijk Hilversum is een beetje in het midden van Nederland. Ja. Toch kunnen we zeggen, in het midden. Rotterdam ligt meer een beetje naar de zijkant. Waar Feyenoord speelt. Feyenoord? In Feyenoord? En dan speelt een Amsterdam, speelt een Ajax. Juist. En in Dronthe speelt? Iemand die ik niet ken. Nee, ik ook niet. Ik heb geen blauw idee. Welke voetbalclub komt uit Dronthe? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, ik weet het ook niet. Lucio, heb je iets met voetbal? Vind je voetbal leuk? Ja, voor welke club ben je? Van Nederland. Van Nederland. Oh ja, ja. Nederland is natuurlijk nu helemaal. Kijk je ook naar de wedstrijden van Nederland? Hoe vond jij dat het gisteren ging? Goed. Ja, wat was de stand ook alweer? Dat weet ik niet. 3-0. 3-0. Tegen? Weet je nog wel welk land? Roemenië. Dat is Roemenië. Dan gaan we Roemenië ook niet op de kaart opzoeken, want dat wordt wel een heel ander verhaal. Nee, ik ga meteen beginnen met een eerste vraag en dat is het geluksgetal.
En wat geven jullie je leven op dit moment? Dus wat geven jullie je leven voor een cijfer? Hoe het nu eigenlijk is? Zo'n beetje. En dan mag je van 0 tot en met 10. 10. Ja, Lucio zegt meteen een 10. Ja? Waarom een 10? Want een 10, dat kan eigenlijk niet beter. 10. Waarom zeg je een 10? Gaan we naar Florien. Florien, wat is jouw het getal? Wat geven je leven? 9. Nu? Een 9. Ja. Waarom een 9? Af en toe ben ik heel onzeker over mezelf. Onzeker. Ja? Waar ben je onzeker over, schat? Mezelf. Ja, en gaat het dan over dingen die je kunt? Of hoe je eruit ziet? Of alle dingen die je doet? Hoe ik eruit zie en... ja, dat is vooral. Oké. Dus jij kijkt in de spiegel, 's ochtends. En dan zijn er dingen waardoor jij je onzeker voelt. Ik ben heel benieuwd... Wat voor dingen dat dan zijn? Want ik zie hier tegenover mij een hartstikke knappe meid zitten. Maar gewoon helemaal niks mis mee. Maar jij kijkt misschien anders naar jezelf. Ik vind dat ik best wel dik ben. Hou op, schei uit. Ik ga even aan de heren vragen. Maar dat kan, hè? Dat kan, hè? Zo kijk je naar jezelf. Wat was er nog meer? Want je zet een komma eigenlijk nog. Ja, en heel veel haar op mijn armen en benen. Even heren. Jax, kijk eens even naar jullie medegast. Florien, vinden jullie haar dik? Nee. Twee keer nee. Ik ga even nog verder kijken. De mensen hier in de studio hebben natuurlijk Rob, hebben Henry. Die zorgen voor de techniek. Ik zelf. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ja, weet je, dat kunnen misschien 100 mensen zeggen. Scheelt dat als mensen tegen jou zeggen... Dat is helemaal niet. Nee. Niet, want... het is net het gevoel dat jij hebt. Het maakt niet uit wat iemand anders zegt. Het is wat jij hebt. En... Ja. Oké. En is dat een gevoel? Dat is natuurlijk best jammer. Want dat betekent dat je onzeker wordt. Wat kan je daaraan doen, denk je? Want andere mensen kunnen daar niks aan doen. Hè? Want die kunnen nog net zo 100 keer zeggen... Florien, je ziet er fantastisch uit. Dus dat betekent dat je bij jezelf iets moet bedenken om van dat onzekere gevoel af te komen, toch? Of niet? Ja. Dat is wel meteen een hele lastige. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, ik ben er in. Ik vind het ook niet zo fijn dat ik heel onzeker ben. Dus nee. Daar heb ik wel eens over nagedacht, maar dan heb ik het nooit tegen mezelf gezegd. Nee. Maar ik vind wel heel eerlijk dat je dat gewoon nu in deze podcast zegt. Hebben jullie dat ook wel eens, jongens, dat je je een beetje onzeker voelt? Jax? Ik heb het soms. Want soms als iemand namelijk iets zegt... Ja? En dan zegt hij dat het waar is. Terwijl andere mensen zeggen... Terwijl sommige mensen zeggen dat het niet waar is. Denk ik, is het nou waar of is het nou niet waar? Dus dan weet ik niet wat ik eigenlijk moet kiezen. Oké. Kan je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld... mijn vriend Hugo die zegt dan bijvoorbeeld... 6 keer 6 is 36. En dan zeggen anderen bijvoorbeeld namelijk dat het 30 is. Oké, en dan ga je twijfelen. Ja, dan maar weet die, je het niet meer. Die sommen weet ik dan wel, maar ja. Ik doe maar een voorbeeldje. Ja, maar ja. Dan weet ik niet wat ik moet kiezen. Maar dan doe ik soms namelijk zelf kiezen. Maar dat vind ik dan vaak moeilijk, want zit ik vaak in een situatie. Dus kan ik niet echt nadenken. Dus dat is eigenlijk meer dat je gaat twijfelen tussen twee dingen. Ja. Heb je dat vaak? Vaak namelijk als er heel veel over één ding wordt gezegd, dan word ik wel vaak een beetje onzeker. Oké. En Lucio, heb jij dat wel eens, dat je onzeker bent? Je hebt daar niet zo'n last van, hè? Nee. Jij bent een wat stillere, jij denkt er dan over na en jij denkt zo zit het en ik hoef daar niet onzeker over te zijn. Nee, oké. Wij waren nog met een rondje bezig. We hadden bij jou een 10, geloof ik, hè? We hadden bij jou een 9, wat eigenlijk toch nog een hoog cijfer is. En dan blijven 9 punten over. Dat is toch heel goed, ondanks die onzekerheid. Als ik jou vraag, jouw leven. Wat geef je dan voor cijfer op dit moment? Een 9,3. Wow, daar is goed over nagedacht. Een 9,3. Hoe komt het dat je een 9,3 hebt?
Want ik heb vaak heb ook heel veel leuke dingen. Ja. Maar de 7 komma's, dus de 7% nog. Die ja, de 0,7, ja. Die 7%, dat is vaak wat op school zit. Ja. Zoals vandaag namelijk. Jesse, dat is iemand die naast me zit. Ja. Die gaat dan namelijk heel veel tegen mij kletsen en vervelend zitten doen. Bijvoorbeeld om me zitten. En mij zitten weg te duwen met een stoel. Maar dan geeft de juf me op de kop. En dat vind ik dan vaak vervelend. Ja, snap ik. Dat is dan ook niet helemaal eerlijk in jou. In jou. Nee. Dat is eigenlijk een vriendje? Dus daarom namelijk doe ik dan vaak met andere vrienden namelijk even buiten spelen. Heel goed. Ga ik even met hun spelen in plaats van met je met andere kinderen. Namelijk bijvoorbeeld Jesse waar ik het over had. Ja. Zodat ik even uit de buurt blijf van degene die heel vervelend aan het doen was. Dat is heel verstandig. Want als ik dan bij degene ga. Als ik bij degene dan kom staan. En als ik dan namelijk binnen ben. Dan is het kans dan namelijk dat hij weer namelijk vervelend gaat doen. Ja. Maar dat deed hij alsnog. Want hij heeft een ziekte. Dat heet ADHD. Ja. En daar heeft hij pilletjes voor. Daar kan hij zelf eigenlijk niet echt iets tegen doen. Maar hij kan ook weer wel doen. Want hij doet vaak ook zelf heel vervelend. Oké, maar jij zegt dat komt eigenlijk door het feit dat hij zo druk is. Ja. En hij heeft het zelf niet helemaal onder controle. Nee. Het is niet leuk, maar zijn lichaam die heeft hij niet echt onder controle nee. Als hij wat doet. Maar wel heel goed van jou dat je ook weet waar het vandaan komt. En dat je ook een beetje kunt begrijpen waarom hij zo doet. Ik kan het ook begrijpen namelijk. Want toen we op schoolreis gingen naar Linnaeushof. Ja. Toen deed hij heel druk toen hij naast me zat. Omdat hij heel enthousiast was. Oké. En dat komt er namelijk dat hij me pijn gaat doen en heel vervelend gaat doen. Omdat hij heel erg druk is. Dus denkt hij enthousiast. Dus gaat hij heel erg veel wild doen. En dan doet hij iets namelijk waardoor hij eigenlijk nog wilder door wordt. En waardoor het nog vervelender wordt. Want je zou denken als iemand enthousiast is, dat is positief. Dan is hij vrolijk, dan is hij leuk. Ja. Dan gaat hij grapjes maken of dan gaat hij zingen of dan gaat hij dansen. Maar juist op dat moment gaat hij andere pijn doen. Dat is gek, ja, toch? Ja, dan gaat hij niet zo echt pijn doen. Maar ik bedoel namelijk dat hij toen namelijk met zijn t-shirt van de wilgen namelijk tegen me aansloeg. Namelijk heel 3 keer, wat ik heel vervelend vond. Hij ging ook namelijk met mijn shirt naar voren gooien. Ja. En dat vond ik ook vervelend. En dat is wat er ook gebeurde in de bus. Snap ik. Dus eigenlijk zijn de mensen om je heen, en in jouw geval is dat Jesse, die zorgen ervoor dat het cijfer, hoe gelukkig je je voelt, of omhoog gaat of weer naar beneden gaat. Maar dat is ook met de juf. Ja? Ja. Want? Want de juf is vaak ook heel vervelend. De juf is vervelend? Ja. Yeah. Want als wij namelijk, zegt de juf dat niet mogen praten, maar de anderen doen vervelend, en mogen we niet zeggen stop. Oké. En als er geen stop zegt, gaat degene door. En als degene doorgaat, dan wordt het vervelender. Ja. En dat snap ik dan weer niet. En eigenlijk moet de juf dat regelen, toch? Ja. Yeah. Maar die doet het niet? Nee. Hey, hoe gaat het bij jou in de klas, Lucio? Goed. Gaat het goed? Heb je een juf of een meester? Juf. Juf. Twee juffen. Hoe heet de juf? Juf Renate en juf Jennifer. Oké. Wat net verteld werd door Jax, herken je dat? Gebeurt dat bij jullie in de klas ook wel eens? Nee, we mogen gewoon stop zeggen. Maar we moeten wel stil zijn. Oké, want als je stop zegt, hoe werkt dat dan? Ik doe dit om. En wie moet er dan stoppen? Of zegt de juf stop? Ja. Oké. Als we waar moeten stoppen met. Maar kan je ook zelf, als anderen tegen jou kletsen en je wil dat niet, kan je dat dan ook doen? Werkt het dan ook? Ja, dan moet je dit doen. Zo, en dan luisteren ze. Oké, maar jij hebt daar geen last van. Want je zat op een 10, dus dat is helemaal top, hè? Goed. Ik wil het met jullie hebben over vakantie. Oh. Het is bijna zover. Over 2 weken. Over 2 weken bij jou en bij jou? 3,5. 3,5? Jij moet iets langer wachten. Wanneer krijg jij vakantie? 2 weken. 3 weken? 2 weken. 2 weken. Oké. Nou, wil ik even een rondje maken wat de vakantieplannen zijn. En daarna wil ik eens hebben over de vakantie. Of de vakantie voor de kinderen niet eigenlijk veel te lang is. Maar?
Maar je gooit niet meteen in de knuppel in het hoenderhok. Eerst maar eens even een rondje maken waar we naartoe gaan op vakantie. Jax, waar ga jij naartoe? Ik weet niet waar ik naartoe ga. Nee? Misschien ga ik naar een huisje. Maar hebben papa en mama dat nog niet gezegd? Nee. Oh, want het is al bijna zover. Ja, maar we zijn wel ergens anders heen geweest een andere keer. Maar dat is niet in de zomervakantie. Oké, want meestal gaan ze op gezinnen, families, die gaan in de zomervakantie gaan ze wat verder weg of gaan ze wat langer weg. Ik dacht zelf namelijk bij een huisje. Ja, wat hoop je? Ik hoop dat ik naar een huisje ga. Ja? Ik ben de laatste keer dat ik naar huis was Cap Fun. En ik hoop dat ik misschien naar Beekse Bergen. Ja. Een soort safari. Ja. Leuk. Nou, niet dat. Dat die huisjes namelijk dicht bij de Efteling. Oh, daar. Ja. Oh, ja. Ik weet wat je bedoelt. Ach, hoe heet het? De soort bungalowpark, maar dan bij de Efteling. Weet jullie hoe het heet? Nee. Ik ken het wel, maar ik weet niet hoe het heet. Je weet niet hoe het heet. Nee, ik weet het ook. Ik ben er wel eens geweest. Ik weet wat je bedoelt. Maar dat hoop je, maar je weet het nog niet precies wat er gebeurt. Dus nee. Voor jou is het nog een grote verrassing. Ik hoop zelf dat het gaat gebeuren, maar ik weet het niet. Nee. Nou, Florien, weet jij al wel waar je naartoe gaat op vakantie? Texel. Texel, even voor de mannen. Bovenin, helemaal in het noorden van Nederland, hebben we een aantal eilanden. Schiereilanden. Ja, schiereiland, zei ik wel, eilandje. Waddeneilanden. Ja. Waddeneilanden. Zo noem je het wel, ja. En dan heb je Ameland, heb je Schiermonnikoog. En je hebt Texel bijvoorbeeld ook. Ameland. En Ameland, ja. Maar jullie gaan naar Texel. Ja. Was je daar ooit alles? Ja, heel vaak. Vertel eens, hoe is het daar? Winderig. Sommige dagen ook nat. En soms zelfs ook wel eens lekker zonnig. Oh, ik kan zeggen, klinkt als een echt leuke vakantieplek. Winderig, nat. Maar gelukkig ook zon. Ja. En wat is iets wat je heel erg goed kunt doen op Texel? Spelletjes spelen. Buiten dan lekker. Ja. Zwemmen. Vliegen. En surfen. Oké. Okay. Heb je zin in de vakantie? Ja. Ja. Oké. Okay. Lucio. Weet jij waar jullie naartoe gaan? Ja, ik ga naar een huis en daar kan ik zwemmen. Ja, en is het een huis in Nederland of in het buitenland? Ik weet. Maar het wordt wel leuk. En daar zit ook een glijbaan door de bossen heen. Daar kan je gewoon glijden door de bossen. Wauw. Je glijdt door de bossen. Dat klinkt als een toffe plek. Maar je weet niet of je heel lang moet gaan rijden in de auto. Zijn jullie al eens eerder daar geweest? Ik denk dat ik moet lang een auto. Toch wel. Dus het zou zomaar buitenland kunnen zijn. Maar je weet niet welk land. Nee. Oké. Okay. Heb je heel erg veel zin in een vakantie? Ja. Want dat betekent dat je dus een weekje of... Ja, hoe lang? Meestal een uur of een week of zes, geloof ik, hè? 6 weken, anderhalve maand. Dat je anderhalve maand dus je vriendjes, je klasgenoten niet ziet. Vind je dat een probleem of vind je dat geen probleem? Nee, ik kan daar nieuwe vriendjes mee maken. Oh ja. Ben je goed in nieuwe vriendjes maken? Hoe doe je dat? Met ze te spelen. Oké. Okay. Vragen of mee mag doen. Oké, dat is heel goed. En ben je ook iemand die heel snel vriendjes maakt op vakantie? Ja, met Cap Fun namelijk ging ik vooruit lopen. Daar waren kinderen namelijk aan het spelen, voetballen dus. Ik wist nog niet hoe degene heette, maar we waren dus daar vrienden geworden. Ja. Die heette dus Thijs. Ja. En die had namelijk 2 kinderen. Ja. De zusjes. Een zusje en een broertje. Het broertje was ongeveer 4-5. En de andere was ook 4-5 ongeveer. En Thijs en ik gingen heel vaak namelijk voetballen. Maar toen was hij weggegaan. En ik had geen gewoon vragen om mee te spelen. En toen we de volgende dag toen nog gingen spelen... Toen werden we vrienden, omdat we eigenlijk helemaal geen vrienden hebben. Nee. Behalve onze vader en moeder en broertjes. Ja. Maar
We wouden ook namelijk een gewoon een soort van leeftijd. Thijs was 7, ik ben ook 7. Oh ja. Dus dan gingen wij namelijk met elkaar spelen. En hou je dan na de vakantie ook nog contact met elkaar? Of is dan echt vakantie en dan stopt het? Vakantie en dan stopt het. Maar hij had ook gezegd waar, namelijk in welke straat hij woonde. Maar ik weet niet meer hoe die heette. Oké. Okay. Florine, hoe ben jij met het vakantievrienden maken? Soms langzaam, soms snel. Ja? En is het dan ook alleen voor de vakantie en stopt het daarna? Want ik hoor ook wel eens dat ze dan met de vakantie vrienden maken. En daarna houden ze toch nog contact. Via een app of via de WhatsApp of weet ik veel wat. Ik heb een vriendin gehad. Ja? En die heette Anna. En zij was zo aardig dat we elkaars nummer hadden gedeeld. En toen hadden we contact. En nu is dat nummer er ook weer uit, omdat we niet meer zoveel appten. Nee, nee. Op een gegeven moment dan verwatert dat. Wordt dat minder en minder en minder. Nou is het zo, en dan wil ik even aan jullie vragen. Jullie hebben zo'n beetje 6 weken vakantie. 6 weken is 1,5 maand bijna, hè? Ja, want we gaan er weer naar een andere groep. Dus ja. Dat is dan wel een beetje lang. Ja, dat is lang. En dat is ook nog iets anders. Dat gebleken is dat kinderen op de lagere school in groep 8, als ze klaar zijn, vaak tegenwoordig niet meer zo goed kunnen rekenen en niet meer zo goed in taal zijn. Ja, sorry. Dat is onderzoek, kan ik niks aan doen. Dus zat ik te denken, zou het geen goed idee zijn dat de kinderen dan tegenwoordig niet meer 6 weken vakantie krijgen, maar bijvoorbeeld 3 weken. En dan 3 weken langer op school, zodat ze kunnen gaan werken aan rekenen en taal. Bijvoorbeeld. Ik zie heel veel enthousiasme. Zie ik hier. Wordt in één keer stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Lucio, vind jij dat ook geen briljant idee? Jij vindt het goed. Jij zegt eigenlijk ook 3 weken vakantie is genoeg. Toen werd ik toch weer stil. Dus, of 6 weken. En, 6 weken. En kinderen kunnen aan het einde van de lagere school niet zo goed rekenen en schrijven. Of 3 weken. En kinderen kunnen aan het einde van groep 8 wel goed lezen en schrijven. En rekenen. Zeg het maar. 3 weken. Toch 3 weken. En dan vind jij het geen probleem om dan 3 weken vakantie in te leveren. Daar moet jij nog even over nadenken, zie ik. Denk daar even over na. We gaan naar Florien. Florien, zou dat een oplossing zijn? Nipperdy doodles. Jij vindt, wat zeg je? Nipperdy doodles. Nipperdy doodles? Ja. Dat betekent nee, denk ik. Ja. Waarom is dit geen goed idee? Het is niet leuk om 3 weken vakantie te hebben. 3 hele weken, hè? Ja. Dus 21 dagen? Ja, dat is niet genoeg. Waarom hebben kinderen 6 weken nodig om bij te komen? En die hebben het al zo makkelijk. Nou, we hebben wel eens vakanties. Mm-hmm. En dan zijn dat gewoon 1 week of 2 weken. En dat is niet leuk. En dan in de zomervakantie kan je dan bijvoorbeeld naar het buitenland of ergens anders heen. En dan heb je ook weer even vakantie voordat je weer naar een hogere school gaat. Dat snap ik. Maar dat kan toch in 3 weken ook? Nou, dan moet je 1 week of 2 weken naar het buitenland gaan. Ja. Ik vind 1 of 2 weken vakantie vind ik eigenlijk al meer dan genoeg. Ik ga altijd maar 1 week op vakantie. Ik zou dubbel doen, 6. Jij hebt toch 6? Ja. Jij vindt met als gevolg dat kinderen aan het einde van de lagere school iets minder goed kunnen rekenen en schrijven. Nee, ik denk dat die onderzoekers gewoon een beetje gek waren. Jij twijfelt aan het onderzoek? Ja, ik denk dat ze alcohol hebben gedronken. Jij twijfelt aan het onderzoek. Ik heb research gedaan, ik heb het uitgezocht. En jij gaat gewoon hardop zeggen dat het niet klopt, het onderzoek. Ik kan het overdoen. Jij kan het overdoen. Nou, iemand die al heel lang met bijna de vinger omhoog zit, is Jax. Ik kan het jou ook nog even vragen. Vind je het wel of geen goed idee? Nou, 6 weken kan wel. Maar dan, als ze dat daarna niet weten, dacht ik namelijk dat ze misschien een rekenschrift of een reken- en taalschrift meenemen. En dan moeten ze wel namelijk sommige dagen namelijk wat werkjes doen. Want dan kunnen ze het alsnog herinneren. Maar dan doen ze dat wel. Namelijk bijvoorbeeld, ze zijn heel lang in de auto geweest. Ja.
of je zit op scherm. Ja. Dat je daarna misschien wel eventjes een werkje gaat doen. Zodat je het dan ja, niet 6 weken kan gaan vergeten. Want als je het dan vergeten. Ja. En als je het daarna dan namelijk nog wel een beetje werkjes doet. Ja. Is misschien wel een beetje stom. Maar dan kan je het als, weet je het alsnog. Want anders is het de school. Moet je nog langer namelijk over 1 ding namelijk leren. Dat namelijk dat je eigenlijk al kon weten. Ik vind dit een briljant idee, eigenlijk. Jij zegt, we houden de 6 weken aan. Gewoon 6 weken vakantie. Maar in de vakantie gaan we op sommige momenten een paar uurtjes, hoeft niet een hele dag te zijn, nee, een taal- en een rekenlesje doen. Ja. Ja, wat goed. Lucio, zou jij dat een plan vinden? Om tijdens je vakantie... Ja, dat ga ik ook doen. Ja? Ja, in de vakantie. Het is beter dan 3 weken inleveren. Ja, beter. Beter. Oh, je bent in 1 keer enthousiast geworden ook. Nou, dan ben ik toch heel benieuwd wat Florien er dan van vindt. Want Florien die zei net van dippelidoe, daar op de pop. Nee. Nee, zei ze meteen. Wat is dit idee om tijdens de vakantie... We houden gewoon 6 weken aan. Dat is het goede nieuws. Alleen in die 6 weken... Briljant plan. Gaan we een aantal uurtjes reserveren om toch nog aan taal en rekenen te werken, zodat we het niet helemaal vergeten zijn. Of een half uurtje, want een half uurtje wat ik vaak namelijk ga lezen. Ik hoor net een half uurtje. Wat vinden we daarvan? Florien. Misschien wel een goed plan. Alleen, misschien wel, maar je twijfelt. Dan ga ik 10 minuten werken. Ja, 10 minuten. Nou gaan we onderhandelen over... Ik had het net over een uur per dag. Uur. Dan gaat Jax, die zegt dat we na toe. Dat kan misschien met een half uur ook al. Ik doe want een half minuten. Uur. Oh, we gaan met Lucio hebben al af. Die gaat naar 20 minuten. Na 20 minuten is eigenlijk veel te weinig. Dat is te weinig, hoor je dat? Want als je een half... minuten. Hè? 50 minuten. 50 minuten. Jongens, wie biedt er meer? 50 minuten zitten we in 1 keer. We gaan weer naar het uur toe. Nee, 30 minuten. 30 minuten. We gaan weer terug. 30 minuten. 26 minuten. Ik schiet er niet op zo. Maar als jullie namelijk... Als jullie niet zitten om te handelen... Ja. Maar als mensen een half uur zeggen... Ja. Kunnen we ook bijvoorbeeld wat minder of wat langer. Want als jullie namelijk zitten onderhandelen... En verschillende dingen doen... Ja. Dan is het anders en dan leer je niet hetzelfde. Nee. Dus dan is het handig of we doen 35... Ja. Of we doen 25. Maar dan is het handiger bij 25, 29. Dus, wat jouw voorstel? Als ik nu eigenlijk zal werken, ja? Dan zal ik 35 gaan doen. Want als ik 35 doe, dan heb ik mijn schermtijd. Dat gaat dan veel minder sneller op. Ja. Maar als ik dan bijvoorbeeld 30 minuten doe, ja? Heb ik dan namelijk 5 minuten langer. Dus dan gaat mijn schermtijd 5 minuten langer minder. Dus dan kan ik ook langer werken. Ja. En dan zat ik te denken om de helft namelijk af te doen, maken. Zat ik te denken, ja? 18 minuten bijvoorbeeld rekenen, waar je het meestal gaan moet doen. Bij? En dan ja? Aan taal moet je dan 17 minuten. 18 rekenen, 17 taal, 35 schermtijd. Verrekenen we ermee, komen we uit op 35. Lucio, wat denk je? Strak plan? Is dat goed? Ik zie een duim bij Lucio. We hebben er nog eentje, die moet over de brug komen. Anders hebben we een deal. Florien. Ga je mee met het voorstel van Jax? Daar is goed over nagedacht. Ik kan nog 1 keer uitleggen. 18 taal, 17 rekenen, bij elkaar 35. Verrekenen de schermtijd, verdisconteren het. Komen uiteindelijk terug op 30 plus 5. Daarmee hou je hem over, trek je hem door naar morgen. Heb je dan weer extra winst? Nou, volgens mij hebben we al rekenen gedaan. Dus we hoeven alleen maar hetzelfde te doen. Maar dan kan je ook namelijk bijvoorbeeld gewoon het ook weer een boekje van rekenen vragen. Ja. Wat je dan namelijk in de vakantie kan doen. Bijvoorbeeld een boekje. Ja. En dan heb je rekensommen. Mm-hmm. En dan moet je bijvoorbeeld, je hebt een rondje plus vierkant is 36. Ja.
rondje plus vierkant is 26. En dan heb je twee getallen nodig. En die moeten de twee sommen zijn. Ik ga even onderbreken, want ik heb het idee dat we de andere twee gasten verliezen. Ja. Ja, die schieten onderuit. Ik zie dat Florien in een kleine depressie is gezakt. En ik zie dat Lucio, die had al niet zoveel tekst, maar die is helemaal stilgevallen. Dus ik stel voor dat we even een ander onderwerp doen. Yes. We nemen dit mee. Hè? We nemen dit mee. We hoeven hier geen ei over te leggen. Wij gaan afsluiten met jullie plannen en dromen voor later. Oh ja, we zijn al 30 minuten. Ja, want je ziet dat de klok al 30 minuten gaat hard. Ik weet al een beetje wat eigenlijk de grote droom is van Lucio. Om later te gaan worden. Eigenlijk zeg je, ik ben het al, hè? Ja, ik ben het al. Zeg het maar. Ik ben het al. Wat ben je? Een? Kunstenaar. Een kunstenaar. En wat voor kunstenaar ben jij zo? Wat maak je? Wat voor kunst? Poppetjes wat er nog niet zijn. Nee. Wat gewoon niet echt is. Nee. En je hebt ook nog een voorkeur voor bepaalde poppetjes, hè? Welke poppetjes vind jij het leukst om te tekenen? Enge monsters poppetjes. Ja. En sterker nog, net voor de uitzending zei jij, ik ga jou tekenen. En jij hebt een soort monsterversie getekend van mij. En het ligt hier, en ik kan, ja, het is eigenlijk een podcast, dus dat is bijna, ja, het is, ik kan het op beeld laten zien. Maar voor degenen die geen beeld hebben, die alleen zitten te luisteren, zal ik vertellen wat ik zie. Ik zie hier een man met een beetje een baard. En gek genoeg in één keer een litteken, hier. Nee, hier. Heb ik dat? Nee. Maar dat heb ik gekregen. En ik heb in één keer twee. Wat zit er bovenop? Horens. Hè? Horens. Horens. Want de horens die passen bij een monster. Dus dit is de monsterversie van Jochem. Heet dat monster Jochem? Of heeft hij ook nog een andere naam? Nee, het is gewoon Jochem. Jochem. Jochem het monster. Nee! Wat dan? Gewoon Jochem. Ja, maar dat is het. Maar normaal heb ik niet die dingen op mijn hoofd, hè? Je heet gewoon Jochem. Ik heet gewoon Jochem. En dit is de. En je hebt ook de handtekening eronder gezet. Dit is de handtekening. En dit is jouw naam. En dit is de specialiteit. Waarom vind jij het zo leuk om monsters te tekenen? Dat vind ik al stoer, omdat het ziet heel mooi uit met zwart. Omdat ik hem meegevuld van zwart op hout. Dus daarom. Toen dacht ik over monsters stond te tekenen met zwart en rood. Wat vind jij het mooiste monster wat er is? Alle monsters. Alle monsters. Hoe zorg je dat de tekening eruit ziet als een monster? Een monster is altijd eng, toch, of niet? Heel eng. Ben jij bang voor monsters zelf? Helemaal niet. Eigenlijk zijn de monsters jouw. Vroeger wel. Ja? En wat is er gebeurd dat je nu niet meer bang mee bent? Geen enge dingen gekeken. Nee. Met slapen. En je maakt ze zelf? Ja. Dus eigenlijk zijn de monsters die je tekent, zijn je vrienden geworden. Dat is ook slim. Monstervrienden. En dan hoef je er niet meer bang voor te zijn. Nee. Wat goed. Florien. Ik ben een waterweerwolf, maar niemand weet. Iedereen denkt dat het nep is. Nep. Jij bent een waterweerwolf. Wow. En iemand is een, ik geloof dat een wel. Vuurweerwolf. Okay, en wat doet een waterweerwolf? Wat doet een waterweerwolf? Want ik ken wel een gewone weerwolf. Als het regent, ja? Dan ben ik een weerwolf. En als het niet regent en het is zon, dan is iemand anders een weerwolf. Okay. Maar vandaag regent het. Dus als je zo. Maar ben je dan overdag of ben je alleen 's nachts een weerwolf? S'nachts regen. Maar ook bij school, als het mega hard aan het regen is. Dan verandert er iets in jou. Wat verandert er dan? Voel je je dan anders? Dan ben ik heel eng. Ja? En zie je er dan ook anders uit? Nee, maar dan ben ik wel eng. Dan kan ik wel snel rennen en ik kan heel eng praten. Hoe klink je dan? Heel eng. Kan je het nadoen? Nee, nu niet, omdat ik nu nog niet. Maar als ik nu een emmer water haal en ik giet het over je heen, dan verander je in een waterweerwolf. Zullen we het doen? Ik zou het bijna gaan doen. Nee, we gaan het niet doen.
Maar wel bijzonder. Wanneer kwam je erachter dat je een waterweerwolf was? Hoe lang weet je dat al? Toen ik klein was, nee. Nog niet? Bij de oude huis, nee. En weet je nog wanneer de eerste keer was dat je het voelde? Ik weet het niet. Weet je, dus dat is al een tijdje geleden? Ja. Oké. Maar voor de duidelijkheid, een waterweerwolf, dat ben je. Maar je wil worden een kunstenaar. Ja, maar mensen zeggen dat ik dit helemaal niet ben. Ja, ik geloof het wel. Mijn papa en mijn mama niet. Die geloven het niet? Nee. Vind je dat stom dat ze jou niet geloven? Ja. Oké, maar misschien als ze nu geluisterd hebben, en ik denk dat ze geluisterd hebben, ze zitten mee te luisteren, dat ze het nu weten. Maar even één ding, wat er gewoon even voor mij, ben ik nieuwsgierig naar, misschien jullie ook. Wat gebeurt er nou thuis als je onder de douche gaat? Jax? Dat is een goede vraag. Goede vraag, toch? Want je moet benieuwd worden, eens een keer onder de douche. Ja, wat maar dan word ik geen wolf, omdat het altijd echt regent. Het moet regen zijn, dus douche telt niet. Nee, dat is geen echt regen. Oké. Maar het is wel water, alleen is het warm. Ja, het is anders dus. Ja. Dus, nu snap ik het. Want koud regen, namelijk een waterweerwolf, water is soms vaak koud. Maar een vuurweerwolf is dan vaak namelijk warm. Dus, nou, mijn vriendin is een vuurweerwolf. Dus zij gaat in de douche en dat het lekker warm is, dan wordt ze een weerwolf. Oké. Maar bij mij niet. Nee, bij jou niet. Als alleen het koud is, maar ik wil geen koud zijn. En je hebt een vriendin die een vuurweerwolf is? Ja. Hoe wisten jullie dat van elkaar? Ik denk dat ze mijn familie is. Oké. Hoe kwam jij erachter dat zij een vuurweerwolf was? Zag je dat of vertelden ze dat? Ze vertelde dat niet, maar ze zeiden wel dat ze als een weerwolf... gegeten was. En dat is bij mij ook. Maar mama wist dat. Nee, maar nu weet ze het wel. Het is een heel bijzonder verhaal wat we in één keer krijgen. Dankjewel. Waterweerwolf. Ik ben benieuwd of straks als het regent, loop ik even met jou mee naar buiten. Kijken wat er gebeurt. Nee, bij mijn school word ik een waterweerwolf. Nooit hier? Nee, nooit. Oh, het is alleen, het is alleen bij school en in de regen. Maar, dan gebeurt het. Maar wat gebeurt er als je je handen gaat wassen en dat is dan koud? En bij school. Ja. Dan gebeurt er dit. Krijg je klauwen? Soort van klauwen. Maar hoe is dat? Ik zie hier tegenover mij Florien met grote ogen zitten. Van dit had je niet verwacht. Nee, maar het kan, hè? Geloof jij erin? Niet? Maar ik geloof het wel, dat er zoiets is, dat je je zo kunt voelen. Ja, voelen, maar dat kan niet. Je krijgt niet in één keer een staart aan je kont. Nee, maar ik weet niet. Je verandert niet, hè? Alles verandert niet, maar mijn gezicht wordt eng. Ja, en in je hoofd gaat er iets gebeuren. De verandering zit in het hoofd. Ik snap het wel. Maar we gaan nu naar Florien, want we hebben nog steeds niet zo heel veel tijd. Het is bijna al 40 minuten hier. En ik weet nog niet wat Florien later wil worden als ze groot is. Wat zijn jouw grote dromen? Marinebioloog. Wat doet een marinebioloog? Duiken. En soms blijven ze ook in het laboratorium. Ja. En dan gaan ze allemaal dieren en dingen onderzoeken. Waarom onderzoeken ze dat dan, de bioloog? Om meer over de dieren die onder water te leren kennen. Oké. Dus jij bent heel erg geïnteresseerd in dieren die onder water leven. Hoort daar de, durf het bijna niet te zeggen, waterweerwolf ook bij? Nee. Die hoort daar niet bij. Daar zou je ook onderzoek naar kunnen doen. Ja, maar ik denk dat ik hem nooit... Want als ik hem tegenkom, als hij bestaan had... Ja, of nog gaat zijn... Dan was ik weg. Dan was je weg. Ja, maar ik kan ook heel veel zijn. Maar marinebioloog vind ik een heel bijzonder... Ik doe helemaal niks. Nee. Wij gaan naar Jax tenslotte. Jax, kleine held, grote dromen. Weet jij al wat je later wil gaan worden? Heel veel. Heel veel. Dus bij jou zijn er nog heel veel dingen mogelijk. Kan je eens een top 3 noemen?
beroemd worden met YouTube-filmpjes. Ja? Want ik zie op mijn lijstje is ook bioloog staan. Ja, bioloog, ja? En wetenschapper. Want dan wil ik graag namelijk dieren onderzoeken die dood zijn. Maar eigenlijk bijna hetzelfde wat Florien ja, doet. Ja, daarom. Maar ik ga dan niet echt een dier meenemen. Want als ik een echt dier meeneem, dan breekt hij zo uit het glas. Oh ja, dus je doet alleen dieren onderzoeken die al dood zijn. Ja, want dan kan ik onderzoeken namelijk wat is gebeurd en hoe oud hij is. Wat hij heeft meegemaakt aan de deeltjes wat hij heeft. Wat hij toen deed. Heel interessant. Maar je zei, ik heb nog veel meer beroepen. Noem nog eens twee beroepen die ook misschien... Zoals... Lucio, kunstenaar. Oh. Met tekenen. Want daar hou ik ook heel veel van. En... Ik heb ook namelijk om de kampioen voetballer te worden. Wauw. Ik hou ook van voetbal. Ja? En basketballetje. Ik hou ook van basketbal. Wedstrijd 3-3 basketbal. Dat, oh ja, dat is ook, dat, ja. Daar wil ik ook op. Echt waar, jullie zitten wel op dezelfde golflengte, hè? Ja, er is één verschil. Jij bent dan een waterweerwolf. Jij bent het toch niet, Jax, of wel? Of ga je nu ook zeggen dat jij er ook een bent? Nee, maar ik ben wel snel. Misschien ben ik wel sneller dan een waterweerwolf. Ja, weet je ik niet, ben hè? Sneller. Dat weet ja. Je niet, want, als je, want jij gaat heel snel één kant op. Ja. Maar als, je één, als het regent, hè? Als je heel snel één kant op rent. Ja. En als ik opeens stop, dan ren je heel snel nog een kant op. En dan moet je heel moeilijk stoppen. Dus kan ik nog de andere kant op rennen. En dan kan ik even stoppen, terwijl maar je nog heel snel bent. Ik weet waar ik moet stoppen. Maar je glijdt. Je glijdt met je voeten over het gladde steen heen. Ja, dat wordt een heel technisch verhaal nu, zo aan het einde van de rit. Maar hoe moet jij... Waarom ga jij dan niet? Kijk, je staat gewoon stil. Dat je na het rennen stilstaat. Florien die denkt, waar ben ik beland in? Wat is... What's going on? Maar waarom sla jij dan niet uit? Florien, je bent niet de enige, hoor. Misschien glij ik wel niet uit. Ja. Want misschien doe ik wel schoenen aan namelijk. Bijvoorbeeld, maar dat niet. Maar als ik een backflip achteruit kan doen heel hoog, dan zou ik dat doen. Want dan ren je kei snel. En dan ga ik een backflip doen over jou heen. En dan sta ik achter je. En dan ren ik de andere kant op. Voor iedereen die heeft of geluisterd heeft. Dank voor het... ga maar door. Dank voor het, dan, deze... En als ik dat dan doe, dan kan het zijn als ik heel snel één kant op ben naar de muur. Ik hoop dat in de loop van de dag ga ik hem op mijn links. Een stootje kaart met je waterbeeld. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Kletskoppen. En wat is dat met gasten die in ieder geval genoeg te vertellen hadden. Heel veel te vertellen hadden. Lucio, Florien en Jax. Het is zo waar stil geworden. Nee. Nee, toch niet. Tot de volgende keer. Doeg. Nee. En dat was weer een aflevering van Kletskoppen. Enorme dank aan onze jonge helden van vandaag voor het delen van hun grote dromen en unieke kijk op de wereld. En jij, beste luisteraar of kijker, vergeet niet dat elke grote droom begint met een kleine gedachte. Laten we geïnspireerd raken door onze jonge denkers en samenwerken aan een betere en mooiere toekomst. Tot de volgende keer.